Mila, 7 uur 58, 28 seconden. Plots horen we in de verte een knal. De vloer beeft onder onze voeten. Boven de Samsonite-winkel zie ik stukjes pleister van het plafond naar beneden dwarrelen. Wat was dat? What was that? Qu'est-ce qui se passe? Hoogwaarschijnlijk zijn de werklui en de connector weer te bruut geweest. Het moet wel iets zwaar zijn dat ze deze keer hebben laten vallen. Ze hebben er toch niet per ongeluk een steunmuur uitgeklopt. Het gezin voor mij kijkt rond. Angstig, onrustig. Ilia en Dorota komen even bij ons achter de balie staan. Al is het maar om van daaruit mee de onrust te bedaren. Een aardbeving? Zou dat niet ook zo aanvoelen? Ik hoor stemmen gillen, voeten trappelen. Een grote mensenstroom beweegt zich richting uitgang. Broekscheiters, denk ik. En ik herinner me de onrust bij de passagiers toen de stroom weer in Zuid viel, nog niet zo lang geleden. Of toen de brandgordijnen boven de balies in de vertrekhal naar beneden kwamen, omdat er helemaal op het eind van de A-terminal een brandje was ontstaan in een vuilnisbak. Zo snel laat het personeel zich hier niet uit het lood slaan. Of zou het? Ik durf het niet te denken. Zou er toch ergens... Ik blokkeer de bagageband. Voor alle zekerheid geen koffers meer laten opsturen. Natuurlijk gaat het alarm van band 2 nu af, omdat de bagage van de familie Lovely er nog op staat. Waar is die Canadese familie eigenlijk naartoe? Hun paspoorten liggen hier nog? Ik zie ze nergens meer. Zijn ze mee met de massa? Misschien moeten wij ook maar evacueren. Ik kijk naar mijn collega's. Ze kijken afwachtend terug. Misschien moeten wij ook maar even naar buiten. 7 uur 59, 6 seconden. Flits. Ik zie een lichtbundel op de grond ontstaan. Knal. Het licht verspreidt zich. Hoor ik iemand iets roepen? Vlammen. Oorverdovende vlammen. Shit. Dat is echt een bom. Fuck.